Ben je klaar voor? Nee, ik denk het niet. Let's go dan. Hier een verse JODM speciaal voor jou gemaakt. Zitten wij hier weer met 130.000 vragen dit keer. Het wordt een hele lange. Het wordt het wereldrecord JODM'en. Ja, blijf er dus maar even lekker voor zitten. Ja. JODM! Wat goed, Enno. Zeker. Ja. Ja. Heb je weer eens een keer een anekdote? Ik moest even lachen over mijn foto die ik voor Martin had genomen. Toen ik terug zat te scrollen in mijn telefoon. Tijdens een mooi feestje van Cody. Oh, wat goed. Ik ben blij dat je een foto hebt genomen, geen video. Ja, ik heb ook nog een video genomen. En die laten we nu even zien. Nee. Die keren dat jij mij voor schut hebt gezet, ga ik nu niet terugpakken. Ik zet jij nooit voor schut. In ieder geval, Timing had toen de vraag. Zit hij nou mij weer uit te lachen? Wat is dit? Oh, dit is met die Snapchat-filter zeker. We hebben zo'n kaal ennootje erbij. Goed, heb je ook een vraag voor JODM? Blijf die insturen naar jodm@pu.nl. Je kan het droppen in onze DM's op Instagram. Natuurlijk gewoon in de reacties op YouTube of op de website. Of lekker op TikTok @PowerLimitedNL. En deze is van Nick. Nick die zegt: goedemorgen, ik had een TikTok gezien van een achtergrond van een Game Boy. En die zou ik wel willen. Ja, ik heb dus een foutje gemaakt, Tjeerd. Ik weet het. Ja. Je hebt mensen opgeroepen om jou een DM te sturen. Ja, dat is heel stom. Dat doen wij gewoon wekelijks in jouw DM. Ja. Maar goed, ik had dus een video gemaakt op een ander kanaal van ID Tech. Daar doe ik zeg maar de telefoontippies en de gadgets en dat soort dingen. En dan had ik een video gemaakt. Oh, kijk, dit is mijn telefoonachtergrond, zeg maar. Dit. Dus een Game Boy. Dit is grappig. Dit is leuk. En Is dat alles? Is dat gewoon een, dat een is plaatje? Dat is een plaatje. Dus heb je de klok in en wat de tekentjes van hoeveel batterijen Apple Watch nog heeft. Dat is het weer. Ja. En dat is leuk, dat is geinig. Mensen vonden het mooi. Dus ik kreeg gewoon wat vragen van, hey, die wil ik wel hebben. En toen zei ik gewoon, ik sloot een keer één video af met, hey, wil je die background hebben? Stuur me even een DM op Instagram. Nou ja, dat hebben dus 800 mensen gedaan. En ik heb ze allemaal handmatig deze afbeelding gestuurd. Maar goed, wie wil hem hebben? Heb je Nick? Nick. Nou, voor deze keer. Nou, de laatste keer dat jij een DM mag sturen. Niet naar mijn persoonlijke account, hebben een paar mensen ook gedaan. Gewoon die van id.nl_tech. Gilles, die zegt: hoi, ik had een vraag. Kan je gelijk FC 25 spelen als je die Early Access koopt? Nou ja, op het moment dat deze nu wordt uitgezonden, dan heb je geen Early Access. Nee, je hebt er niks meer aan, maar het kan wel, ja. Ja. Deze is van Jorgen. Jorgen, is dat zo? Ja, Jorgen misschien. Jorgen, misschien is hij de puntjes vergeten. Jorgen. Ja. Zou kunnen. Hallo, ik heb een vraagje. Kan ik een game delen met een PS5 en PS4 als ik de PS4-versie koop, zodat ik hem niet twee keer hoef te kopen? Ik hoor dat graag van u. Oftewel, hij heeft een PS4 en een PS5. Hij wil één keer de games kopen en spelen op zijn PS4 en PS5. Misschien heeft hij de PS5 beneden staan en de PS4 op de slaapkamer. Dat kan. Dat zou kunnen. Maar dat kan. Je kan gewoon inloggen op hetzelfde account op die PlayStations. Zet je er eentje als primary, de andere secondary en dan kan dat. Andersom kan niet. Je kan niet de PlayStation 5 versie kopen en dan op de PlayStation 4 ook nog spelen. Yuri die zegt: hoi. Ik heb sinds enkele dagen geen geld ontvangen in mijn PlayStation wallet na een opwaardering via Ideal. Sony Customer Support meldt na 3 uur in de wacht, uitroepteken, oftewel hij is er niet happy mee. We zijn bekend met het probleem, maar weten momenteel niet wat er aan de hand is. Ondertussen zijn we zo 6 dagen verder. Zo. Meerdere mensen op Reddit en andere fora gesproken die hetzelfde ervaren. Er komt maar geen geluid van Sony. Misschien iets voor de gamingjournalistiek. Oh, Yuri, dit is heel vervelend. Fuck aan met deze shit. Kunnen natuurlijk bellen. Hij wil dat wij hier aandacht aan gaan besteden. Ja, wanneer... Hij zoekt niet zozeer aan een oplossing, want die is er niet. Want dat heeft hij ook gehoord van PlayStation. We weten het niet. Ja, op dat moment niet. Misschien is er inmiddels een oplossing. Ja, dus PlayStation, er is een probleem. Mensen hebben geld betaald voor PlayStation tegoed, maar krijgen dat tegoed niet. Nee. Ze willen nu hun tegoed hebben of anders hun geld terug. Dit is wel precies de essentie wat tegoed is. Ja. Je hebt het nog tegoed. Ja. Duurt alleen een week. Ja. Het tegoed krijg je nog een week later. Tegoed. Nee. De volgende is van Erik. Hallo. Ik had verleden week al een vraag gesteld op jullie YouTube-kanaal, maar stel hem hier ook even. Mijn vraag komt
Mijn vraag is, komt Diddy Kong Racing ook in Nederland op de Switch uit? Ik zag eens op YouTube dat ze hem ergens in het buitenland hem wel hebben. Ik hoop dat die dit jaar in Nederland uit gaat komen of volgend jaar. En wat is leuke boerderij game, leukste avonturen, race game, Animal Crossing en Mario Kart heb ik al op mijn Switch. Oh. Wow, het begon met één vraag, daarna wipt hij er nog even snel drie achteraan. Ja, ja. Oké. Het begint met Diddy Kong Racing. Ik heb geen idee. Ik ook niet. We hebben daar één persoon voor die dat wel weet. Dat is de Jacco Hulplijn. Ja. Ondertussen, wat is een leuke boerderijgame? Nou, als jij houdt van een beetje type Animal Crossing, misschien is Stardew Valley wat voor jou. Die kun je ook gewoon op de Switch spelen. Leukste avonturen race game. Oh, hey. Hey, Jacco. We hebben een vraag voor je. Laat me raden, over Nintendo. Ja. De vraag is van Erik. En Erik die vraagt... Mijn vraag is... Komt Diddy Kong Racing ook in Nederland op de Switch uit? Op de... Virtual Console? Nintendo Switch Online? Bedoelt hij dat? Of ja. Een nieuw deel? Ik zag eens op YouTube dat ze hem wel ergens in het buitenland hebben. Zei hij. Nee, dat is niet waar volgens mij. Ik denk dat het een bootleg was. Ah, het is een bootleg, Erik. Sorry, Erik. Nee, ik heb geen reden om te geloven dat er een Diddy Kong Racing naar Switch komt. Het zou wel vet zijn. Wat is de leukste avonturen race game op de Switch? Avonturen race game. Kart waar de drift. Ja, ik zit meer te denken aan Forza Horizon. Hij zoekt gewoon Mario Kart, maar dan in dat genre. In dat genre. Ja, maar meer een soort van avonturen. Race game. Avonturen race game. Wat is een avonturen race game? Many hours later. Race games op de Switch. Misschien Wreckfest? Is die op de Switch? Burnout Paradise Remastered. Dat is wel echt. Maar dat is allemaal niet avonturen race games. Nee, hij kan ook Hot Wheels Unleashed 2. Dat is ook wel een beetje... Of Lego 2K. Lego Drive. Die Lego race game. Dat is een avonturen game. Dan krijg je missies en alles. Ja, die moet je hebben. Dat is een aanrader. Wauw, we hebben je hier echt heel goed geholpen. Wauw. Eindelijk is een keer iemand geholpen. Ah, dat is Teun. Oh, Teun. Ja. Ja, ik ben niet ervaren op het gebied van laptops, et cetera. Maar ik heb nu een dol laptop. En dit is mijn 8e jaar dat ik ermee bezig ga. Alleen heb het vermoeden dat er iets niet goed is met de batterij. Het is overigens Windows 10. Naast mijn vraag wat is de beste optie is... Een batterij vervangen, want al mijn bestanden, et cetera, staan er wel op. En die heb ik nodig voor school. Of een nieuwe laptop aanschaffen, maar ik heb geen idee wat ik nodig ben. Met vriendelijke groet, Teun. Ja, oké. Nou ja, het staat voor een nieuwe. Je kunt... Batterij kan je vervangen, dat kan. Alleen dan blijft je laptop gewoon even snel. En als je over gaat stappen naar een nieuwe laptop, wat je doet... is even al je bestanden op een externe harde schijf zetten of even op de cloud... En installeer je nieuwe laptop en dan sluit je die externe harde schijf aan of je logt in op de cloud en zet je al die bestanden erop. Ja, batterij vervangen is redelijk duur. Ja, ik koop geen nieuw laptopje. Na 8 jaar het is de beste tijd nog. Het hoeft ook niet de grootste, snelste unit te zijn die er bestaat. Nee. Je hebt hem alleen nog maar nodig voor school, joh. Tobias, die zegt, willekeurige vraag voor in de Joop DM of whatever. Beetje respect to the name of Joop DM, please. Met betrekking tot de zojuist aangekondigde PlayStation 5 Pro, hoe verhoudt deze zich tot de games die uitkomen? Games die vandaag de dag voor een groot deel ook voor de PlayStation 4 worden uitgebracht. Ik bedoel hiermee te zeggen dat een hoop ontwikkelaars niet raken aan het volledige potentieel en de grafische kracht van de PlayStation 5. Laat staan de PlayStation 5 Pro! Hoe kijken jullie hierna? Ik ben erg benieuwd. Groetjes en fijne avond. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, naar zo, deze comment. Als we deze hebben beantwoord, is het alweer avond. Dus dan ga ik gewoon lekker naar huis. Zo. Nou, dat wordt een lange avond. Dan. Het is 2 uur. Hij heeft helemaal gelijk. Kijk, de PlayStation 5 Pro, daar hoef je niet van te verwachten dat er allemaal nieuwe games uit gaan komen die volledig daarvoor gemaakt zijn. Maar ja, dat is wel een beetje het probleem. Dat was ook met de PlayStation 5 zo. Die bestaat al 4 jaar. Maar inmiddels komen de meeste games dan gewoon voor de PlayStation 4. Ja, je merkt de laatste tijd wel dat ze de PlayStation 4 versies gewoon loslaten. En dat niet meer uitkomen voor de PlayStation 4. Of dat ze jaren later nog eens een keer uitkomen. Ja, maar ga er maar uit voor deze generatie. Alle games die je kan spelen op de PlayStation 5 Pro zou je ook kunnen spelen op de PlayStation 5. Het ding is,
PS5 heb je vaak nu nog de keuze dat je gaat kiezen tussen Fidelity Mode of tussen Performance Mode. Dat hoef je op die PS5 Pro niet te doen. Maar verwacht niet dat er exclusief games gemaakt worden voor de PS5 Pro. Doe anders een koptelefoon even op. Dan kan je nog even horen wat er gaat gebeuren. Nou mensen, het is weer tijd voor de... Flutsronde! Flutsronde! Ik heb wel wat vragen. Zal ik jullie 2 minuten geven? Ja, ja sure. Hij heeft een nieuwe Apple Watch. Hè? Die wil die ja, ik moest het even opzoeken. Telefoon, komt er ooit een Donkey Kong Konga vervolg? Ik hoop het wel. Is wel leuk. Ik zag je vanochtend even trommelen. Ja. Zag goed uit. Lijkt nog steeds, hè? Ja, wat vinden jullie van de 30 jaar editie van de PS5 Pro? Ja, hebben. Ja, och. Geil. Geen pre-order? Nee. Nee, maar wel mooi. Ja, wel mooi. Hebben. Hoe pre-order ik de 30 anniversary console van PlayStation? Direct.playstation.com op 26 september. Ja. Dat is al geweest als deze uitkomt. Echt waar? Ja. Dat is al klaar. Oh, een beetje later. Ja, waarschijnlijk is dat die de aankomende... Marktplaats.nl. Flitsronde, Enno. Kom op! Oh. Hoeveel jaar trommelervaring zit hierin? Klinkt goed. Nou goed, ik heb thuis meerdere trommels. Een wastrommel en een... Droogtrommel. Trommelvlies. Wat is jullie favoriete rhythm game? Rhythm game? Donkey Kongi Konga. Dat is mijn favoriete absoluut. Rhythm. Of anders Guitar Hero. Zo Guitar Hero is fantastisch. Ja. Wat vinden jullie van een nieuwe test drive game? PS5 Pro of de Switch 2? PS5 Pro. Nee, Switch 2. Sorry. PS5 Pro. Nee, ben je gek geworden? Nee. Oké, en allerlaatste. Moet de volgende Mario Kart zoals Diddy Kong Racing worden? Ja. Ik heb die game nooit gespeeld, dus geen idee. Wat toevallig. Dit is een soort van de cirkel is rond momentje. Ja. Ja, dat was het. Was het al? Ja, tijd is voorbij. Oh, oké. Okay. Mooi. Nou... Dat was hem alweer. Zeker. Bedankt voor het kijken naar deze fantastische, flitsende JODM. Ja. Volgende keer zijn we er gewoon weer met nieuwe vragen. En heb je er toevallig eentje, dan kan je die gewoon lekker stellen in de DM. @powerlimited op Instagram. @powerlimited.nl op TikTok. En natuurlijk... Bij KeyboardCat? Nee. Dat is onder in de comments. Dat is tenminste wat Enno ons heeft verteld. Okay. Ja, tot de volgende dan weer. Dan zijn we er weer met nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Je zou het niet verwachten.